Nou, alles met links. Als deze bal gespeeld wordt, op het goede moment vraag je erbij ook nog. Ik wil je horen, het is belangrijk, ook in de wedstrijd. Vraag die bal. Soms ben je met die bal bezig en dan zie je niet hoe het is. Als je aan een stem hoort, dan denk je, ja, daar kan ik hem spelen. We zijn met elkaar bezig. Hop, kom maar, Mas. Ja, Mas. Alles links. Ja, alles links. Ja. Mark van Bommel zal de komende tijd minder vaak te zien zijn bij het eerste elftal van PSV. Mark van Bommel gaat wat meer op de jeugdkant van PSV werken, op de jeugdzijde, op de hertgang. Hij zal wat meer bij de A1 te vinden zijn, waar hij complete trainingen kan geven. Waar hij zeg maar, wat meer bij het elftal betrokken is. En bij PSV 1 zal hij iets minder te zien zijn. En ja, dat heeft te maken met het feit dat PSV 1 heel erg veel wedstrijden speelt. En Van Bommel gewoon graag wil leren. Hè, en zeg maar een groep wil aansturen tijdens een groter deel van de week. En nou ja, PSV heeft daarin toegestemd dat hij wat meer op de jeugdzijde aanwezig is. Boys, we gaan zo meteen links om. Ik wil alles links zien. Eén dingetje komt erbij. De speler die niet kaatst, staat hier. Dus je vraagt hem hier, je kaatst hem en je loopt om de speler. Dus degene die niet speelt, staat hier, een soort verdediger. Oké? Okay? Jurgen, kom maar. Everything left, easy. Hop. Zo ja. Easy, kom hier in de middel. Ja.